Donderdag 16 december werden bij het Sky of Hope Tweede Wereldoorlog en Vliegeniersmuseum in Vuren 8 informatieborden onthuld. Op de borden staat informatie over plaatsen waar in de Tweede Wereldoorlog vliegtuigen zijn neergestort. De borden komen in het Rivierenland langs diverse fietsroutes te staan. Ook de gemeente West-Betuwe droeg bij aan de borden. Nou ja, ook in onze gemeente is natuurlijk rond de Tweede Wereldoorlog heel hard gevochten. En heel veel mensen hebben gestreden voor onze vrijheid. Helaas ten koste van hun leven. En die verhalen willen we graag overbrengen, ook aan onze jeugd. Een stukje geschiedenis van de streek, maar daar ook van de mensen die daar hard voor gestreden hebben. En ja, dat komt hier fantastisch tot uiting in deze route die per fiets heel goed te doen is. Ook aanwezig was Lyndall Walker, de Nieuw-Zeelandse ambassadeur. My congratulations to the Sky of Hope team and this important initiative in keeping the memory of our fallen airmen alive. It is important that their bravery and their history of flying above the Netherlands is preserved and that we all remember them, lest we forget. Joanne Wiseman van de Canadese luchtmacht is blij met de manier waarop de gevallen militairen blijvend herinnerd worden in Nederland. It's very special that the Dutch people take the time to do the research and to honor Canadian fallen and Allied fallen. Because back home we don't hear all the stories. They're just, unfortunately, sometimes just a number. This is how many casualties we happened during World War II, and we don't know their stories. But seeing the memory boards with their pictures and their flight crew, it's just very special. I'm very honored to go to these events and do my part and support the communities that Canada helped liberate 77 years ago. De borden worden volgend jaar langs de route geplaatst.